En dat vind ik toch wel heel mooi om de honneurs zo waar te mogen nemen. Want ik heb vroeger heel lang in het buitengebied gewoond, toen ik nog thuis woonde. En dan was ik wel eens jaloers op vriendjes die in een dorp in de bebouwde kom waren. Alles was veel dichterbij. In het buitengebied ging de elektriciteit er nog wel eens af met stormen enzovoort. Hè. En dan dacht ik wel eens van, goh, als we toch eens dezelfde voorziening hadden. Ik moest altijd een heel eind fietsen om ergens te komen. Ja, en we staan vandaag voor de start van misschien wel glasvezel in het buitengebied van Hardenberg. En als een groot gebruiker van internet en digitale tv en zo, ja, weet ik hoe belangrijk het is om aangesloten te zijn. Voor ons buitengebied 4200 mogelijke aansluiting zou dat fantastisch wezen. En ja, jullie zijn hier net in het buitengebied komen. Zou het fantastisch zijn dat het ons gaat lukken om die 50% te halen. Zodat iedereen die dat wil, aangesloten wordt op de meest moderne verbinding. We hebben het dan nog vaak over snelwegen en spoorwegen. Ook heel belangrijk. Maar misschien wel de belangrijkste verbinding die ontbreekt in sommige gebieden. Nou, dus wij zijn ongelooflijk blij dat Colgas het initiatief heeft genomen samen met ons. Maarten heeft er van ons uit ook hard aangetrokken. Collega Jansen natuurlijk als bestuurder. Om ook voor dit gebied en dit gebied digitaal te ontsluiten. Fantastisch dat we dat op deze plek mogen doen. Een handtekening zetten vanmiddag. Dat is echt super. Het is natuurlijk wel een mooi als Colgas dit doet. Maar die kan dat ook alleen maar doen met samenwerking hier van zijn aandeelhouders en de partner SIF. En met name de rol van de gemeenten is natuurlijk heel belangrijk geweest. Want we hebben er heel lang aan gewerkt. En iedereen zegt, het heeft veel te lang geduurd. Ja, maar sommige dingen, goede dingen, die duren dan eenmaal lang, moeten we dan eenmaal zeggen. Dat is soms zo. Maar mede dankzij de samenwerking met de gemeenten hebben we het model kunnen ontwikkelen dat we nu in staat zijn om uit te rollen in dit gebied, de Colgas-gemeente. Het is het grootste glasvezelinitiatief in het buitengebied in Nederland. We gaan hier met het vijfde vraagbundelingsgebied aan de gang. Dan is er nog één te gaan. Dan doen we in deze regio 20.000 aansluitingen. En kunnen we dus zeggen dat Twente en Salland dit gebied echt qua mogelijkheden voorop loopt in Nederland als totaalgebied. Dat is goed voor de dingen die u net noemde. Maar vergeet ook niet de recreatie die hier ook heel belangrijk is. En dan de leefbaarheid op het platteland. Nou, wij denken dat we een goed aanbod hebben. En wij denken dat we daarmee ook die 50% minimaal. Ja, en ik ga de uitdaging graag met u aan om te zeggen, wij zorgen dat dit gebied bovenaan komt te staan. En dan hopelijk ook in een curve die iets sneller is dan de laatste weekend. Want dat is ook een oproep van, als we kunnen, beslis iets eerder. Ja. Nogmaals, dank voor de samenwerking en met het ondertekenen van dit convenant. Waarbij we zeggen, op deze manier gaan we de samenwerking ook bestendigen. Gaan we er inhoud aan geven. We hebben hier een fantastische streek, maar dit komt ook uit een streek van onze gemeente waar het ook heel goed is. Dat is het gebied van de Reest. Ja. Dus wijn van eigen grond. Goed, en mooi. Laat het je over een week of zes. Ja, heel leuk. Hou hem erbij weg. Ja. Dankjewel. Komende tijd. Ook een mooie samenwerking.
Dank je. Hoe belangrijk is dat voor de gemeente dat men zo'n lokaal tv-station heeft? Met het oog op de uitbreiding van glasvezel in het buitengebied. Ja, kijk, we hadden in het verleden al, of we hebben nog steeds een lokale krant. Hè? Dat is de Toren of de Dedersvaartsekrant. Die gemeenteberichten doet nu op dit moment de Dedersvaartsekrant als contractpartner. We hebben een lokale omroep gehad, wat met name de radio was. Nou, in deze tijd hoort daar ook tv bij. En het vergroot toch de bereikbaarheid van de overheid naar de burgers toe en de burgers naar de overheid toe. Dus de informatie, overdracht, betrokken zijn bij overheid, maar ook omgekeerd, dat wordt daarmee vergroot. Dus dat is alleen maar goed dat het glasvezel in het buitengebied, dat als een soort stimulans kan dienen om de overheid en burgers en overheid veel dichter op elkaar betrokken te krijgen. Maar nog toe, wij zijn het enige lokale tv-station wat via glasvezel werkt. Daar komen misschien straks duizenden kijkers bij, daar gaan we vanuit. Dus dat brengt ook meteen de politiek dichter bij de mensen. U had het over uw eigen moeder, ja. 85-jarige, via digitale tv kunnen kijken. Straks kan zij dat vanaf de bank gewoon via televisie. Geweldig lijkt mij. Als je geïnteresseerd bent in politiek en in lokale politiek, is dat hartstikke goed. We hebben het jaren geleden nog gezien met lokale tv, dat er opnames waren van festiviteiten, waar toch op vrijdagavond, dat was dan de uitzendingsavond, heel veel mensen die niet meer zoveel buiten komen, zeg maar, dat die daarvan kunnen genieten. Nou, dat wordt nu alleen maar verbreed, dat is alleen maar positief. En nou, ik zou niet zeggen dat het de eenzaamheid voorkomt, maar het helpt in sommige situaties wel om de eenzaamheid wat bij mensen weg te houden. Geweldig. Wij zijn heel blij met uw commentaar. Dank u wel. Graag gedaan.